Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe weekreading. Deze week staat in het teken van gedachtekracht en de kracht van woorden. Waar de energie van deze week je toe uitnodigt is om nog bewuster stil te staan bij wat je denkt. En juist te werken met het creëren van bewuste gedachten en daarmee tegen jezelf praten. En dit is altijd zo'n leuk iets, want iedere keer komt er toch wel naar voren toe bij heel veel mensen dat als je bewuster, motiverend en ondersteunend tegen jezelf praat, alsof je je liefdevolle begeleider bent, om het in mijn woorden te benoemen, dat dat heel erg helpend is. Maar dat het tegelijkertijd heel simpel kan voelen of een beetje awkward, een beetje ongemakkelijk kan voelen en een soort van, hè, wat doe ik nou eigenlijk en wat stelt dat nou voor? En toch dat het iedere keer best wel een heel groot effect heeft, omdat ja, je zoveel gedachten hebt en je ook wel zeker wel eens meemaakt dat mensen je niet geven wat je het liefste zou willen ontvangen van ze, maar dat het zo een manier is om er wel voor jezelf te zijn, ongeacht wat je omgeving doet en wat de mensen om je heen doen. En dat het in die zin gewoon heel erg helpend is. Daar kan ik veel meer over vertellen, maar dat gaan we niet doen in de weekreading. Maar deze week staat dus in het teken van werken met de kracht van woorden voor jezelf en in jezelf. En het creëren van ondersteunende gedachten om jezelf te motiveren. En iets te doen met wat je de afgelopen weken voor jezelf bedacht hebt. Wat je wilt doen met je leven, wat je wilt doen met je eigen energie. En natuurlijk kom je daarin ook je uitdagingen en blokkades en soms zelfs onmogelijkheden tegen. Maar daarin wel jezelf motiveren om de dingen te doen die je voor jezelf wil doen, waarvan je weet dat die jou helpen gelukkiger te worden en net dat volgende stapje te zetten. Dus dat is er deze week gaande. En de steen die ik hierbij aanraad komt misschien een klein beetje als een verrassing, maar ik zou hierbij de lapis lazuli weer aanraden. Waarom? Omdat het een steen is die ook je intuïtie versterkt en je ingevingen vanuit je hogere zelf en je eigen ziel versterkt. En dat spirituele stukje vind ik hier heel erg bij passen. Maar ook omdat hij inwerkt op de keelchakra, de chakra van de communicatie. En dat gaat niet alleen over het communiceren naar de buitenwereld, het gaat ook juist over het communiceren naar jezelf toe. Dus dat het daarbij ook een steen is die ook juist helpt met jezelf te communiceren en de juiste woorden te vinden. Eventueel een andere steen die hierbij zou passen is fluoriet vanwege de helderheid en de orde die de energie van die steen helpt te scheppen. Maar mijn voorkeur persoonlijk zou dus uitgaan naar de lapis lazuli deze week om die reden. En dat gezegd hebbende ga ik hem hier afronden en wens ik je een waanzinnige mooie dag toe.